Ballistic Brass. Gepresenteerd door... Een koptelefoon. En een microfoon. Ja. Ja. Oh, ik zie jou bijna niet, hoor. Die dingen zijn wel heel groot. Zo, we moeten even wennen. We hebben nieuwe koptelefoons, maar ze zijn wel fijn. Jazeker. Ja. Ja. Ja, nee, zonder meer. Maar goed, gepresenteerd door Adrie en Matthias. Ja. We zijn er allebei weer. We zijn er allebei weer. Hoewel het niet veel scheelde, dan was ik alleen geweest. Nee, ik was zeker wel gekomen, maar dan wellicht iets later na de aankondiging. Ja, precies. Ja. Maar, mooi op tijd. Ja, absoluut. Je was precies op tijd binnen, wat dat betreft. Ja, ik denk wel. Dat heb ik ook wel eens, dat idee. Dus ik sta alleen, maar toch niet dan. Nee, ja, we redden het toch elke keer weer. Hoe we het doen, doen we het. Maar goed, we hebben weer een uitzending voor de boeg. Met natuurlijk een hoop nieuwsberichten, een hoop muziek. De track van de week, heb jij nog gekeken? Nee, wat ik trouwens wel gehoord heb, vond ik even leuk om te vertellen. De tune waarmee wij openen, dat is in de jaren 70 gebruikt op RTV Oost als openingstune. Hoorde ik vanmorgen, die hebben nu de Sweet 70s of iets dergelijks. En ik denk van verrek, dat is grappig. Vond ik grappig. Hebben ze van ons gejat dus? Ja, wie weet. Hé, hey, zet hem aardig. Ja, ik hoor mezelf zo slecht. Volgens mij heb jij hem nog nooit zo hard gezet. Dat is ongelooflijk. Ja, is ook zo. Maar dat geeft niet. Hè? In ieder geval, de track van de week, daar waren we gebleven. Ja, daar waren we. De track REF March tegen Mercury van KG en Juliana, dus met de REF March. Die staan nog voor. Wie? Ja, Juliana. Oh, Juliana. Ja, en Lisette had hem aangedragen. Ja, dus wil je Mercury horen van KG, dan moet je toch nog even mensen gaan oproepen om te stemmen. Want op dit moment, ja, weliswaar maar één stem. Maar je kan maar één keer stemmen. Dus ja, dan moet je toch nog wel een paar mensen oproepen om te kijken of zij ook op KG willen stemmen. Zodat we rond 7:10 dat nummer willen gaan draaien. Ja, inderdaad. Nou, en verder dus nog een aantal nieuwsberichten, zoals gezegd. En muziek, daar gaan we gewoon mee beginnen. Die van jou of die van mij? Ik weet niet wat jij klaar hebt staan. Jij kent mijn nummer wel, dus je weet, ja, ik weet niet. Ik zeg, we gaan die van mij draaien. Nou, waarom vraag je het dan? Ja, nou, dat weet ik niet. Maar bij deze, we gaan een stuk muziek. Het was Advendo uit Snake. Snitch. Ja. De cd-speler is weer terug, hè? Is jou dat al wel opgevallen? Jazeker, er is een nieuwe laser ingezet. Ja, dat is wel fijn. Want hij doet het weer. Alleen nu wil hij niet meer open. Oh, jawel, dat komt. Dat komt. Ja. Maar dat geeft niet. Want het is wel...
Hij doet het wel. Goed. Het komt weer gewoon wat beter uit. Dat je met z'n tweeën nu gewoon weer muziek kan gaan draaien. Ja, dan hoef ik niet alles vol te praten als jij de cd verwisselt. Inderdaad. Had je trouwens nog iets van een nieuwsberichtje? Niet dat we moeten gaan volpraten, maar misschien heb je nog iets. Ik heb nog wel wat dingetjes, ja. Wat wil je weten? Nou, ik had iets gezien op Twitter over een tattoo op 2 mei. Ja, natuurlijk. Nee, dat weet jij wel. Wat? Dat weet jij wel. Wat? Over die tattoo op 2 mei. Ja, nou, ik dacht dat jij er iets over ging komen. Nee, ja, nee, daar kon ik dan had je niet gezien? Nee, ja, dat had ik. Nee, ik heb het nu net gezien. Oké. Toen jij het aanklikt. Nou ja, goed. Dat is van het Oranje Comité in Drachten. En zij pakken vol trots uit met een tattoo op 2 mei. In het kader van 70 jaar bevrijding 2015 wordt er op zaterdag 2 mei 2015 weer een tattoo in Drachten georganiseerd. Nou, de organisatie is in handen van het Oranje Comité en het was hun insteek om van deze tattoo een groot evenement te maken. Dus eigenlijk is het er weer eentje bij het noorden. Ja, in dit geval wel, ja. Trots is het Oranje Comité Drachten dat het hun gelukt is de volgende deelnemers te kunnen contracteren. Nou, Advendo, waarvan je net een nummer hoorde. Die zijn er in ieder geval bij. KNG, waar je dus nog op kan stemmen op de track van de week, zijn er ook bij. Drum & Bugle Corps Jubal uit Dordt. Flora Band Rijnsburg, Pasveerkorps uit Leeuwarden. En de Nova Color Guards uit Drachten. Zij zijn er allemaal bij. Nou, voorafgaand aan de tattoo zal er een korte street parade worden gehouden door het centrum van Drachten. En aansluitend zal de tattoo aanvangen. De tattoo zal op het Kiryat Onoplein. Ik ken helemaal geen Kiryat Ono. Ik ken alleen Jichi Ono. Dat is ooit een Feyenoorder geweest. Maar verder. Misschien is dat hem ook wel. Dat nee. Je het verkeerd uitspreekt. Nou, dan lees ik ook echt heel verkeerd. Dat zou in hartje Drachten wordt dat vaker. Uitgevoerd. Kun je niks aan doen. Nee, dat is ook zo. Insteek is dat deze tattoo voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk wordt. Tribuneplaatsen, dat zijn er ongeveer 1800. Er zal een entree van €5 per persoon gevraagd worden. En de staanplaatsen zijn vrij van entree. Nou, dat is genoeg, volgens mij, aan ingrediënten voor een zeer grote toeloop van toeschouwers. Het Oranje Comité verwacht dan ook een grote toestroom van bezoekers en kaarten zijn nu al te bestellen. En dat kan via een e-mailadres taptoedrachten2015@gmail.com. Deze informatie kun je ook gewoon terugvinden op de website korpsmuziek.nl. En dan vind je ook het deelnemersveld en natuurlijk ook wat de kaarten kosten, wanneer het is en waar de kaarten kunt bestellen. Nog een stukje muziek? Lijkt me goed. Caribbean Beat, jij zocht hem uit van brassband Willebroek. We'll be right back.
Abra-muziek bij Ballistic Brass. Ballistic Brass. Voor vragen en reacties, mail of twitter ons. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass.
Ja, dat was de Village People Hits Mix. Maar die had je al wel herkend natuurlijk. YMCA. Ja. In the Navy. Ja, dat was de laatste. En daartussen nog? Ben ik even kwijt. Het is stil aan de overkant. Nee, jongen. Oh. Die lui die konden toch geen Nederlands? Weet ik veel. Dat waren toch Engelsen? Vertel. Het is stil aan de overkant, zegt hij dan. Go West. Go West, jazeker. Ja. Kijk, en dat er nou van die onverlaten zijn geweest die daar het is stil aan de overkant op hebben verzonnen. Ja. Dat weet ik dan ook niet. Ik ook niet, hoe dat kan. Maar ik moet zeggen, als je het hebt over voetbal en de muziek die daar wordt gezongen, dan is dat toch echt wel aparte literatuur. Laat ik het zo omschrijven. Nou, dat kun je wel zeggen. En dan over voetbal gesproken. Mooi bruggetje. Volgende week. Niet deze week? Had nou gewoon niets gezegd over dat bruggetje, dan had het nog geleken alsof het zo per ongeluk uitkwam. Oh, sorry. Maar ik dacht dus echt dat het deze week was. Nu lijkt het alsof we het ingestudeerd hebben van tevoren. Maar dat is ook niet waar. Nou, dat is ook niet waar. Nee, dat is ook niet waar. Nee, het is de 31ste. Alleen de 31ste? Ja, de 31ste. Oh. Dan zal namelijk de Rijnmond Band uit Schiedam het volkslied gaan spelen. Of de volksliederen, moet ik eigenlijk zeggen. Voorafgaande aan de oefenwedstrijd Spanje tegen Nederland. Ik denk Nederland tegen Spanje. Ja, wat jij wil. Omdat het in de arena is. Maar ze spelen eerst nog tegen Turkije. Dus daar was ik me even in de war. Dat, ja. Misschien dacht ik van spelen ze dan ook. Maar dat is dus niet zo. Ik weet niet wie er dan spelen. Ik ook niet. Maar zij spelen dus 31 maart. Dus op tv kan je dat ook zien. Theoretisch gezien wel. De vraag is altijd alleen, komen ze dan ook in beeld, hè? Je hoort in ieder geval muziek. Je hoort de muziek in ieder geval. Want vaak zijn toch de spelers die in de belangstelling staan op dat moment. Ja, maar het dan is wel een eer natuurlijk. Dan gaat die camera er zo langs heen, hè, en dan zie je dat niemand meezingt en zo. Ja, maar toch, als je daar staat om het te spelen voor 50.000 man. Ja, gaaf. Lijkt mij ook. Lijkt mij wel. Oké. Okay. Absoluut. Nou, dat dus. Toch? Ja. Ja, dat was het eigenlijk. Voor nu eerst. We hebben nog een stukje zien staan. Oh, een stukje, dat is een beetje oneerbiedig. Nou, dat is een hele oneerbiedige opmerking. Een heel groot stuk. Een gigantische brief. Laten we het daarop houden. Een open brief. Een open brief aan, nou in ieder geval zoals ik het zo zie, de KNMO. Maar volgens mij ook wel aan alle anderen die zich aangesproken voelen. En we gaan in ieder geval even degene proberen te bellen zo dadelijk. We gaan eens een stukje muziek draaien. Die ons erover tipte. En ja, ik denk dat het makkelijker is om gewoon eens even te vragen met een stukje interactie van wat wordt er nou mee bedoeld? En nou, dan gaan we kijken of we daar een stukje over kunnen praten. Ja, dat lijkt mij een heel goed plan. Jij hebt nog muziekje klaarstaan volgens mij. Ja, muziekje. Groove Academy. Zeg maar niks. Nee? Nou, nee. Luister maar.
koptelefoons, joh. Klinkt die muziek wel lekker. Zit jij nou gewoon met de muziek in te praten? Ja. Dat moest toch even kwijt. Okay. Ja, ik vind het toch wel... Ja, de muziek is wel heel goed. Maar ik moet zeggen, ik moet nog wel wennen aan mijn eigen stemgeluid. Want ik hoor mijzelf de ene keer harder dan de andere keer. Verkeerde, ja. Dat is weer jammer, Matthias. Maar goed, dat geeft niet. Want als het goed is, hebben wij nu aan de telefoon Matthijs van Houten. Goedenavond, Matthijs. Goedenavond. Ja, het is gelukt. Dat is gelukt. Je hebt een goede knop toch opengezet. Ja. Dat is heel fijn. Matthijs, waarom we je gebeld hebben, heeft alles te maken met wat we net eigenlijk al zeiden. Er staat op Korpsmuziek een open brief, zoals het mooi in de titel staat, aan iedereen die de showsector een warm hart toedraagt en de doelgroep SMP in het bijzonder, show, marching en percussion, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Ja, jij hebt daar iets mee te maken. Kun je eens even ongeveer vertellen wat deze brief inhoudt voor de mensen die geen idee hebben waar we het nu over hebben? Aanleiding was eigenlijk nieuws van afgelopen week dat Beatrix Hilversum, een behoorlijk grote naam in het showkorpse wereldje, besloot om dit jaar geen showoptredens te gaan doen. Ja. Nou, dat is behoorlijk heftig nieuws. Tattoo Steams onlangs maakte bekend dat ze dit jaar geen tattoo hebben door moeilijkheden. Ja. En ik had er een stukje over geschreven op mijn eigen Facebookpagina, mijn persoonlijke Facebookpagina. Zo van, nou, dat is geen goed nieuws. Steeds meer korpsen die omvallen, evenementen. Wordt het niet eens een keer tijd voor actie om met z'n allen de handschoen op te pakken en eens te kijken wat we richting de toekomst moeten doen? Ja. Maar er zijn inmiddels in 2 dagen iets van 200 reacties opgekomen. Echt ongelooflijk. De hele sector lijkt zich wel te roeren. Ja. Ik denk van, ja, misschien moeten we toch als korpsmuziek, ja, ik ben ook onderdeel van korpsmuziek, misschien moeten we dan toch eens een brief gaan schrijven waarmee we inderdaad de doelgroep SMP, het bondsorgaan, zeg maar, gaan aanspreken. Zo van, hey, we zitten in de problemen, moeten we daar niet wat mee? Ja. En wat? Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Dat valt ook wel in de brief terug te lezen, dat wij als korpsmuziekredactie, want we hebben die brief met z'n allen opgesteld, geen idee hebben hoe we dat precies moeten gaan doen. We hebben allemaal heus wel onze ideeën over van, nou, misschien moeten we ons meer richten op de jeugd of meer PR gaan maken. Of misschien moeten we kortere shows gaan bedenken. Ja. Misschien is dat interessanter voor het publiek. Ja. Maar het leek ons wel eens goed om te kijken of er niet een manier is waarop we echt met z'n allen als hele sector eens een keer om tafel kunnen gaan. En te kijken hoe we die negatieve ontwikkelingen tegen kunnen gaan. Want ja, zonder tattoos hebben wij straks geen hobby, dan kunnen we allemaal heel veel tijd steken in het maken van een show. Maar ja, als we geen moment hebben om op te treden, dan kunnen we ophouden. Top. Ja. Ja, want eigenlijk zie ik in die brief ook 2 dingen naar voren komen. 1 is inderdaad de zorgen om de leentaantallen bij de verenigingen die teruglopen. En het andere is het teruglopende aantal tattoos in verband met financiële middelen. Maar ook kijkend naar de tattoo, wat wil een organisatie nou eigenlijk? Willen ze 5 korpsen die een lange show neerzetten? Of hebben ze liever 10 korpsen die een kort fragment neerzetten? Mag ik even wat vragen? De mensen die net nu naar de tattoos gaan, hè? Even heel gechargeerd misschien. Is het trouwens ook niet allemaal familie en vrienden van de mensen die aan het optreden zijn? Hoeveel publiek zit er eigenlijk nou echt wat nou echt voor de tattoos nog komt? Even afgezien van familieleden en vrienden. Ja, ik denk dat dat nog steeds best wel heel veel is, hoor. Als ik zelf kijk naar evenementen waar ik betrokken bij ben geweest. Het Tattoo Leeuwarden is dan een voorbeeld. Dat is dan nu eigenlijk overgegaan in Proud. Nou, we zijn heel druk bezig met Proud om allerlei evenementen op te zetten. Maar het is gewoon best wel lastig. Yeah. Maar in Leeuwarden was echt een ontzettend gemêleerd publiek. Er zaten bijna 5000 man op de tribune. Nou, er zat vast wel wat familie bij van Pasveer. Die er natuurlijk elk jaar was. Maar dat waren duizenden mensen van buitenaf. Dus yeah. Ja, de potentie is er wel. En als je internationaal ook kijkt, bedoel, hoe kan het dat in Edinburgh, in Schotland, een maand lang die tribunes bomvol zitten. Maar er zijn wel wat ontwikkelingen die je daar ziet. Het Top Secret, die scoort natuurlijk internationaal als een malle. Iedereen vindt die filmpjes toch. Het is een heel kort showtje, 6-7 minuten. Mm-hmm. 1 groot spektakel, kort en krachtig. Ja, nou goed, is dat iets? Ik weet het niet, hoor. Ik roep het maar. Maar in Leeuwarden zie je toch dat de originele tattoo, of de traditionele tattoo, hebben ze weggehaald. Met wat voor reden? Omdat het andere niet meer aansprak? Of zat er een andere reden achter om toch weer meer publiek te krijgen? Dat daar een nieuwe organisatie is neergezet, die zich ook richt op verbinding met andere kunstvormen. Dat heeft voor een deel ook met financiële aspecten te maken.
En met subsidies en dergelijke. Het is een ontzettend duur evenement. Ja, dat zal maar goed, in Leeuwarden is er heel erg voor gekozen om inderdaad een verbinding te gaan zoeken. Met andere kunstvormen, met de draaismuntsector, dans, koren en dergelijke. En ja, goed, daar wordt hard aan gewerkt. Ja. Maar ja, dat is even de situatie voor Leeuwarden. Kijk, het is natuurlijk iets wat landelijk ook speelt. En Taptoe zijn allemaal op zoek van, hey, wat is nou de gouden formule? En Taptoe Delft die probeert ook andere elementen in het programma te plaatsen. Ja. Om zo ja, toch weer ander publiek ook te trekken naar zo'n evenement. Ja, en natuurlijk ook al, wat zijn de gouden ingrediënten om te zorgen dat de ledenaantallen niet gaan dalen, maar dat je er ook weer steeds meer jeugd bij krijgt die nog steeds gemotiveerd is. Ik las laatst bij de VLS iemand van 25 jaar die er zat, volgens mij is ze 30, 32 of zo. Hoe vaak krijg je dat tegenwoordig nog mee, hè? Dat mensen zo lang blijven hangen, dat is denk ik toch wel weer een uitzondering aan het worden. Ja, zeker. Ja, ik ben zelf ook nog actief als muzikant. Ja, ik ben bijna 30, maar ik ben het langslopende lid in mijn vereniging. Ja. Ja, dat is best bizar eigenlijk. Hoe loop ik nou niet mee? Nee, ik wou zeggen, want als je eigenlijk nagaat, jij zou normaal gesproken, als we een jaar of 20 terugkeken, zou jij bij de middenmoot moeten horen, zeg maar. Ja. Ja, want dat individualistische, dat begint natuurlijk steeds meer de kop op te steken. Hè? Ja, moet je daar wat mee als vereniging of niet? Dat is natuurlijk een grote vraag die je zou kunnen stellen. En dan is de vraag, wat kan de bond daarin betekenen? Want dat is eigenlijk wat jullie doen, want jullie kloppen dus eigenlijk aan bij de bond. Van jongens, denk er eens over na en wat kunnen we hiermee? In de hoop dat er wat aangezwengeld wordt. Nou, ik denk dat hartstikke mooi is om te doen. En ik ben heel benieuwd naar de vorderingen. Dus mocht er vorderingen Ik ben ook heel erg benieuwd naar de reactie eigenlijk van de KNMO. Ik heb net ook even een tweet gezet op Twitter, logisch dan. En ik hoop eigenlijk ook dat ze naar aanleiding daarvan of inschakelen nu of later gaan luisteren. Ja. Maar ook een beetje omdat jullie aangeven van het is voor een brainstorm. Ik zie het eigenlijk een beetje als een noodkreet. Een noodkreet? Nou, of is dat te zwaar? Het werd eigenlijk een soort van noodkreet met het nieuws van Beatrix en de reactie die daarop volgde. Ja. Dat maakt toch wel heel veel reactie terug. Dat bleek gewoon, nou, toevallig even op mijn Facebookpagina, mijn lijntje met Kors Muziek is kort. Dus dan heb je ook de mogelijkheid om zo'n actie als dit te doen. Ja. Maar ik vind vooral, we moeten met z'n allen daar wat aan doen. Ik bedoel, en een bond, die staat nou eenmaal boven alle partijen. Maar als de verenigingen niet zelf ook aan de toekomst gaan denken en zelf daar keihard mee aan de slag gaan met hun leden, ja, dan gaan we natuurlijk sowieso niet redden. Dus dat is absoluut iets waar we met z'n allen aan moeten werken. Nou, het is te hopen dat de KNMO in ieder geval ook de brief gezien heeft, leest en met een officiële reactie komt. Ook iets wat gedragen wordt door de hele KNMO. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. En dat de verenigingen daar verder mee kunnen. Of dat er in ieder geval wordt gezegd van we gaan een keer om tafel om met z'n allen te kijken van wat kunnen we gaan opzetten om te zorgen dat het tij gekeerd gaat worden. Ja, we hebben zoveel talent. Hè. We hebben zo'n mooie sector. Misschien dat het nog niet helemaal perfect aansluit op wat het publiek eigenlijk wil, of misschien ook wel. Maar er is zoveel talent in Nederland met prachtige producties en prachtige shows en heel inventief en innovatief. Ja, als we dat nog beter kunnen benutten en het publiek nog beter kunnen bereiken en de jeugd, dan moet het vanzelf allemaal ook wel weer goed gaan komen. Nou, dat denk ik ook wel. We wachten het af, Matthijs. En we horen het graag van jullie als er iets is. Houden jullie op de hoogte. Ja, lijkt me goed. Ik heb nog wel even een andere vraag. Want nu je toch aan de telefoon bent en over Proud gesproken en zo. Jullie hebben nog een evenement in de kinderschoenen staan, om maar even zo te zeggen. Klopt. Misschien even heel goed, om heel kort, wou ik zeggen... Ja. Daar nog even op in te gaan, want ik wil ook niet te lang eraan besteden. Blue Devils, vertel eens even wat. Ja, 27 juni in Leeuwarden in het Cambuur Stadion is er een groot evenement met een internationaal koor van de Blue Devils. Ja. Het bestaat uit ongeveer 100 leden en dat zijn voor het overgroot deel age-outs van vorig jaar. Dus leden die echt wereldkampioen zijn geworden. Mm-hmm. Daar is een speciale show in studeren voor een Europese tour. Ja. En die Europese tour die begint in Leeuwarden. En wij hebben inderdaad, even ander pet op nu, daar een evenement wat gecombineerd zal worden met een DCN-contest. Ja. Dus we hebben daar de Europese drumkwartop aanwezig, de Blue Devils internationale koor. Er komen ook een aantal clinics en masterclasses nog bij de dag daarna. En
Ja, waarschijnlijk wordt het programma uitgebreid met nog een aantal optredens van regionale korpsen. Ja. Nou ja, goed. Ik bedoel, Leeuwarden, Cambuur Stadion. Ja, ik hoop dat het Pacific Corps er ook bij aanwezig is. Ik bedoel, die zou dat toch ook tussen moeten staan. Ik weet niet eens helemaal precies de programmering. Maar ja, het zou fantastisch zijn als je zo'n korps er ook bij hebt. Ja, dat precies. Het wordt een hele mooie dag. Ja, want ik vroeg me dus af, maar daar heb je dus eigenlijk al antwoord op gegeven, van welke Blue Devils zijn dit dan? Maar dit zijn dus andere Blue Devils als op dit moment dit seizoen gaan draaien in Amerika. Ja, maar dit zijn wel een groot deel Blue Devil muzikanten, exen van vorig jaar, zeg maar. Ja, het zijn echt jongens die gewoon al jarenlang meelopen in het wedstrijdcircuit daar, zeg maar, ook namens de Blue Devils. Ja. En ze gaan een maand lang door Europa toeren, Nederland, Engeland, Italië. Ja. En ze sluiten hun tour af in Basel, bij de Tattoo daar, de Basel Tattoo. Ja. Waarbij ze ook nog weer met Top Secret wat dingetjes gaan doen, geloof ik. Dus ja, het wordt echt wel groot opgepakt, hoor. Het is, het is niet niks. Schrijven ze ook. De show die ze brengen is gewoon van dezelfde kwaliteit als dat je gewend mag zijn van de Blue Devils. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. En we zullen zien. En tegen die tijd horen we er vast nog meer over als er meer bekend is. Hey, Matthijs, bedankt voor je interview. Voor alle informatie die je hebt gegeven. En veel succes met de laatste loodjes, zou ik bijna zeggen. Maar dat is het nog niet. Dus het is het begin, hè? Het begint net. Maar succes nog met de voorbereidingen richting de Blue Devil evenementen en alles daaromheen. En nogmaals, we horen het graag als er wat bekend is over de brief. Ja, we houden jullie op de hoogte. Goed. Helemaal goed. Hey, dankjewel. Wij gaan een stuk muziek draaien nog van de Euroband uit Rotterdam.
Polstermars of is het de Polstermars? Wat is het nou, Matthias? Ik zou gaan voor het laatste. Maar ja, goed, ik ben ook geen kenner. Nee, hey, we hebben een uitdaging. Ja, we hebben zeker een uitdaging. En flinke ook. Het is gelijk de track van de week. In de allerlaatste minuut, zeg maar in de blessuretijd, als we het hebben over voetbaltermen voor de Rijnmond Band, is het gelijk geworden. 7-7. Ja, voor wie? Voor allebei dus. Ja, we hadden hem zelfs al klaarstaan, hè? Inderdaad. Ja, zo zie je maar. Alleen, nu is het de vraag, welke gaan we draaien? En dat doen we gewoon zo. De eerste waar een stem bij komt, dat die draaien we. Dus of Mercury van Kunst en Genoegen. Of we draaien Juliana voor de derde keer. En dan gaan ze er sowieso ook uit met dit nummer. Ja, en dat is dus even aan jou. Maar ja, ik zou zeggen, stem zo snel mogelijk. En anders dan, ja. We gaan nog even een klein stukje. Laten we dat maar even met nadruk op klein stukje muziek draaien ondertussen. Dat is een mooie aankondiging die draaide. Ja, hè? Die kunnen we er wel vaker voorzetten als het spannend is. Ja, als het spannend wordt, ja. Dat vind ik wel een goeie. Dan leggen we deze gewoon hier in de la. Dan is hij hier altijd. Ja. Trek 1. Maar nee, er is, er is gestemd. Fanfare voor Helena was dat. Oké. Okay. Nou, in dit geval voor Mercury was de fanfare. Want zij winnen het in een bloedstollende strijd, kunnen we wel zeggen. 8-7. Mercury van KNG met 8 stemmen. En daar gaan we gewoon naar luisteren. De eerste keer dus weer, misschien wel voor een periode van 3. De track van de week van deze week.
Ja, Mercury dus van Kunst en Genoegen uit Leiden. Zij hebben deze keer de track van de week aangeleverd. Volgende week dan staat er natuurlijk ook weer een andere track tegenover. Nou, we hebben gekozen voor een nummer van Adest Musica van de serie Marching 2000. Hoe zei je dat? 2000? Ja, op mijn geweldige Engels. En laat eens horen. Ja, dat ga ik doen. Het is wel heel anders. Ja, het is wel heel anders, maar het is ook wel een keer een leuk nummer hoor. Ik moet zeggen, misschien toch wel een waardige tegenstander. Dat sowieso, want anders hadden we hem niet uitgezocht. Hoe heet hij? Wackles Groove. Ah, oké. Okay. Wackles Groove. Dus die is als track van de week nu mogelijk om op te stemmen. Hij staat inmiddels als het goed is op de site en als het niet goed is ook. Oké, okay, nou, dus hij staat sowieso op de site en anders later wel. Ja. Wackles Groove dus van Adest Musica en anders Kunst en Genoegen uit Leiden met Mercury. Daar kun je dus op stemmen. Nou, vandaag in de uitzending, want volgens mij heb je een redelijk lang nummer om mee af te sluiten. Jo, maar hadden we hebben wel even de tijd hoor. In de uitzending Matthijs van Houten over de open brief die op Korpsmuziek staat te lezen. Ja, lees hem gewoon even door. Het is wel echt even een brief waar je ook even de tijd voor moet nemen. Ja, absoluut. Zeker als je niet zo snel leest als ik. Ja, nou, hij is inderdaad lang, maar wel een goede inhoud. En dat is altijd, dan maakt het ook niet uit hoe lang zoiets is. Maar lees hem. En ja, wie weet kunnen we er een trending topic van maken of zo op Twitter met een bepaalde hashtag. KNMO of zo, ik noem maar wat. Maar ja... Hij is een beetje aangegeven door mij, in ieder geval als noodkreet. Ik weet niet of het ook echt zo was, maar ja, laat in ieder geval alle verenigingen ook even kijken of ze hun mening kunnen geven erover. Ja, wat een leuk muziekje heb je op de achtergrond. Ja, Worn Down Piano. Van de Koninklijke Luchtmacht, het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Toen ze nog, zeg maar, de theatershows deden en zo. Oké. Okay. Blijf leuk. Ja, volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Zeker weten. Uiteraard weer met veel nieuws, muziek. Wie weet ook al een eerste reactie die op de open brief is gekomen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Daar houden we jullie ook van op de hoogte. Absoluut. Natuurlijk ook de track van de week. Al een paar keer gezegd waar je op kan stemmen. Nou, kies er gewoon eentje uit die je het mooist vindt. En ja, dan draaien we die volgende week. Mocht je nog nieuwsberichten hebben die in de loop van de week komen en die nog niet op Korpsmuziek staan, stuur ze dan sowieso ook even naar hun toe. Maar je mag ze ook altijd naar ons mailen, ballisticbrass@hotmail.com. Dan kunnen we ze ook meenemen in onze uitzending. En ja, ik denk dat we gewoon lekker moeten gaan luisteren naar de kapel van de Koninklijke Luchtmacht, zeg ik het goed? Ja, dat zeg je goed. Laten we dat doen. En dan volgende week zijn wij er weer. Tot volgende week. Hoi, hoi. Out. Let me play once for you. Riding the tar cord and holding one shoe, sat playing a song that nobody knew. The music rang out and that song filled the room from the worn out piano. A bit out of tune. From the crowd, a man shouted a bit. 1,000 miles with a piano. 2,000, 3,000. The spinning went on as the man in the tar coat kept playing that song. The bidding grew tense, each bit more and more, till a 5,000 figure rang out from the floor. The man in the tar coat just sat there instead, playing that song as if no one were there. Let me play once for you.
piano cries out. Let me once play for